Hierbij mijn wandelen herstel, ben ik het waard? Groot vraagteken. De boodschap, ben ik het waard? Was een pijnlijke ervaring, een pijnlijk spiegelmoment, oftewel in mijn bewoording een echt oud moment. Deze boodschap is tweeledig en gaat over twee wegen die elkaar uiteindelijk ook kruisen. Het is een gevoelig onderwerp voor mij op dit moment, omdat het mij echt aangrijpt en omdat ik er ook middenin zit. En wat eronder zit, onder deze twee wegen, die elkaar dus kruisen, is een angst. Een angst die vaker opspeelt. En dat is de angst voor financiën. En een bredere woord, tekort aan financiën. Ik leer in mijn geloof, geld is de wortel van al het kwaad. Staat ook in de Bijbel. Het is een waarschuwing die God geeft voor de mensen. Voor mij is deze angst als een steen waar ik me vaker hard aan stoot. Een ezel stoot zich niet meer dan 3 keer aan dezelfde steen. Ik voel me eigenlijk geen ezel, maar ik weet wel dat ik me vaker stoot aan dit punt. En voor mij is dat een van de blokkades op mijn pad die vaker op mijn pad komt. En ik heb daarin al veel overwonnen, maar het is nog niet weg. En ik zou zeggen het programma The Best Man Can Get, hè, zoals de Gillette reclame, of The Best Woman Can Get. En dat alles, als je werkt aan je herstel, als sneeuw voor de zon is verdwenen. Ja, dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar. Ik heb al heel veel overwonnen voor mezelf. Ik ben ook bewust van mezelf. Ik ben ook bewust van mijn acties. Ik word ook steeds bewuster waarin ik onbewust handel. Maar ik zou willen zeggen van het is allemaal sneeuw voor de zon verdwenen en dat is niet. Ik vertel over twee wegen, beginnend bij de eerste weg. Door een nieuwe baan en een combinatie van werken en leren, ben ik gestart met 24 uur te werken. En daarnaast naar school. Geen enkel punt is het probleem in deze. Maar wel een lager inkomen. En 24 uur werken na school is wellicht een goed idee om daarin mijn focus te kunnen houden op school en veel tijd te kunnen hebben om te leren, maar ook tijd om te kunnen ontspannen, waaronder voor deze video's op te kunnen nemen. Maar als ik ineens van 40 uur naar 24 uur ga, dan komt er natuurlijk minder salaris binnen. En is in zoverre geen probleem, ik heb een buffer expres aangemaakt al een tijd geleden, zodat ik dit op kan vangen de komende 2 jaar als het nodig is. Dus dat is goed. Maar dan ineens zie ik het bedrag voor me en neemt angst het over. Ik vergeet het stuk van aanvullen, ik ben alleen maar gefocust op dat bedrag. Dus alleen maar gefocust op datgene wat er binnenkomt. En dan ineens ga ik onbewust in mijn hoofd zitten en neemt de angst het over. En maak mijn gedachten gekke sprongen. Zoals een spreekwoord zegt, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Mijn gedachten die geleid worden door angst. Door de angst. En de gedachte die opkomt. Ja, misschien toch maar meer uren werken. En het liefst nu al. Ik krijg nog een aanvulling in februari, maar daar ben ik nog niet mee bezig. Laat ik nu al daarmee beginnen. Deze gedachte weerleggen met de gedachte, het is niet verstandig. Met leren buiten werktijd op school. En is ook niet nodig, omdat ik een buffer heb. Dan heb ik een ingenieus idee. En geloof mij, het klonk echt goed, maar het is gewoon waanzin. Ik had mezelf voorgenomen van ik kan ook de kraan zeg maar helemaal dichtdraaien en de komende 2 jaar op een houtje bijten. Fantastisch idee. Al zeg ik het zelf. En van het minimale leven.
Niet beseffende dat een sponsie van mij, een coachie van mij, mij de spiegel voorhield en zei: oh ja, oké, goed idee. Dus dan trek je jouw vrouw er ook in mee. Ja, ik heb niet over nagedacht natuurlijk. Maar buiten dat had ik echt een geweldig idee. En ik heb het met meerdere mensen gedeeld. Sommigen daarvan in herstel, die vonden dat ook een heel goed idee. Maar er was iemand bij, die vond dat niet zo'n goed idee. Dus ik belde iemand en ik vertelde deze actie aan haar. Zij zit ook in herstel van een verslaving. En ik vertelde haar: nu word ik tot eind januari aangevuld door WW. En dan stopt mijn uitkering. En dan ga ik het dus met minder moeten doen. En dan moet ik het dus aanvullen. Dus ik heb een beslissing genomen. Pling! Echt alsof ik de regisseur ben van mijn eigen film. Waarin ik had voorgenomen: laat ik nu maar vast leven alsof het al februari is. Dan kan ik er vast aan wennen. Klinkt goed, hè? Klinkt als muziek in de oren, of niet? Heb jij dat niet? Ik wel. Klinkt als muziek in mijn oren. Als een geweldig idee. Waarop deze fella zegt aan de telefoon: dus, als ik het goed begrijp, nu al een beetje pijn lijden, zodat het straks in februari niet zo hard aankomt. Stop. Dus met andere woorden, je gaat nu al een beetje pijn lijden, zodat het in februari minder hard binnenkomt. Auw. Moment. Dikke spiegelmoment. Dikke confrontatiemoment. Ik vind dit niet leuk. Ik vind dit geen leuk gesprek. Ik wil ophangen. Ik rijd door een tunnel. Tuut, tuut, tuut. Hey, dat is natuurlijk flauwekul. Dat is flauwekul. De lijn is slecht. Oh, ik rijd door een tunnel. Nee, dat gaan we niet doen. Dat is ook niet van me opgekomen, maar dat is eigenlijk als humor. Want zo'n gesprek is natuurlijk niet leuk, is gewoon confronterend. Laten we even eerlijk zijn. Dus ik lach daar maar mee. Maar het is wel een vette eye-opener. Zijn aandachtspunten. Vaak als het maar pijn genoeg doet, ben je bereid te veranderen en in de actie te komen en de actie te ondernemen. Daarnaast liet God mij tijdens mijn gebed in de kerkdienst iets zien. Mijn spaarrekening. Waarin ik mezelf kan voorzien om de 2 jaar school te kunnen overbruggen. Oh ja, spaarrekening. Was ik even vergeten voor het gemak. Maar om me aan te geven hoe gevoelig dit onderwerp is voor mij. Ik werd daar straks gebeld door iemand. En mijn vrouw zat naast me op de bank. En deze persoon heeft een nieuwe baan gevonden. En hij vertelde mij wat hij daar gaat doen. En vervolgens zegt hij tegen mij, zonder dat ik erom heb gevraagd, wat hij gaat verdienen. Hij gaat meer uren werken, dus zijn salaris is hoger. Maar toen ik dat bedrag hoorde, was meteen afgeleid. En ik ga het gesprek eigenlijk afronden en ophangen. Mijn vrouw zei tegen mij, was het geen fijn gesprek? Want ik merkte een verandering in jou, terwijl je met hem aan het gesprek was. Was er iets wat je raakte? Was er iets wat je moeilijk vond? En ik zei, hij had het over financiën wat hij ging verdienen. Dus ineens was het gewoon in mijn hoofd gewoon vastgeplakt. Ging weer een eigen leven leiden, waardoor ik zo weer onrustig werd. En dacht bij mezelf, wow, laat ik dit gesprek afronden. En ik kan er nog niet goed mee omgaan. Ik zit daar nog middenin om het te verwerken en om het een plek te geven. En daarom ook deze video. Ik had het de suggestie gekregen om dat op te nemen. En wellicht dat je er iets in herkent. Alles werkt mee
ten goede, maar alles werkt mee met de angst en spanning. Er komt van alles uiteindelijk bij. Allerlei dingen die duurder worden op dit moment, zoals brandstof en allerlei andere dingen. Auto die gerepareerd moet worden. Allerlei dingen die dan op dit moment allemaal aan de kapstok hangen. Wat uiteindelijk heel zwaar voelt, omdat je daarin nu wellicht wat minder en rustiger aan moet doen. Ik hoor het ook van andere mensen in herstel dat we onszelf vaak martelen. En de lat veel te hoog leggen en te veel van onszelf of ik van mezelf verwacht. Of wij te veel van onszelf verwachten. Daarnaast mag ik meer vertrouwen blijven hebben in God die voor ons zal zorgen. En we zeker niets tekort zullen komen. Dit heeft God al vaker bewezen toen we 2,5 maand financieel tekort gehad hebben eind afgelopen jaar. Waarin ineens toen we dit tekort hadden, elke week iemand aan de deur stond bij ons waar we niet om hebben gevraagd, die een doos kwam brengen of een tas vol met boodschappen. Zoveel boodschappen dat we daar weer andere mensen mee konden zegenen en mee konden helpen. Voorzien en helpen. En zelfs naasten in onze familie die met een volle tas boodschappen kwamen brengen, die ze in een aantal weken bij elkaar gespaard hadden. Ik word alweer emotioneel als ik het erover heb. Hartverwarmend. Toen het financieel tekort opgelost was, kwamen de boodschappen niet meer. Tot 2 maanden terug. Toen ik op een avond mijn zorgen aan mijn vrouw Suzanne uitsprak, al kijken naar de toekomst. En waarop zij zei, maak je geen zorgen. God heeft ons nooit teleurgesteld, hij zal weer voor ons zorgen. Weet je nog met de boodschappen. De volgende dag na dit gesprek word ik gebeld door een christelijke zus. Bel me op, waar ben je? We hadden afgesproken toch? Ik ben aan het wandelen, kom nu naar huis. Ik heb je nodig. Ik rijd naar huis. Waar staat ze aan de deur met een grote doos en een tas met boodschappen. Knipoogje van God. Vertrouw op mij. Ik dek jou. Ik sta achter jou. Heb geen angst. Heb geen twijfel. Ik zal altijd voor je zorgen. Wauw. God stuurt mensen aan. Gebruik mensen. Wauw. Ik zei in het begin van de video dat de boodschap tweeledig is. 2 wegen die elkaar kruisen. De tweede weg. Een nieuwe camera kopen voor het opnemen van deze video's. Niet voor mezelf, maar voor het opnemen van de video's, zodat ik mensen kan bereiken. Zowel als het gaat over het gebied van herstel, maar ook bereiken van mijn getuigenissen, zoals God door mij en in mijn leven werkt. God is een anker in mijn leven. Ik heb veel problemen gehad met deze huidige camera. Maar ik vind het bedrag voor een nieuwe te hoog. Ergens in mijn achterhoofd beseffende dat ik met de nieuwe camera en video's vele mensen zal kunnen bereiken. En het dubbel en dik waard is. Dat weet ik voor mijzelf. Maar ik heb deze waarmee ik nu film tweedehands gekocht. Met het excuus dat ik eerst wil kijken of ik er wel leuk vind en van filmen houd. Maar als ik eerlijk ben, wist ik dat eigenlijk al. Want dat deed ik al een tijdje met mijn telefoon. Maar het excuus gebruik ik vaker. Omdat ik het dan te duur vind. Een andere camera. Ik keek laatst weer naar een tweedehands camera in plaats van een nieuwe, omdat ik het geld er eigenlijk niet aan kan uitgeven. En nu ik merk dat er financieel tekort is, vanaf februari, is het excuus voor mij om het zeker nu niet te doen. In gesprek met 2 vrienden kwam de vraag, stel, God legt op jouw hart om iemand anders met een bepaald bedrag te zegenen. Als een gift. Zou je dat dan doen? Ik zei volmondig ja. En dat is ook zo. En mijn vriend vraagt aan mij. Waarom dan niet uitgeven aan iets aan jezelf? Het is eigenlijk niet voor jouzelf. Het is om mensenharten te bereiken met jouw video's, Koen. Wat je al heel mooi doet, maar dat je nog meer mensen kan bereiken,
en in de toekomst. Dus je koopt het niet eens voor jezelf. Doe het dan voor die andere mensen. En deze vraag raakt mij. Deze vraag doet pijn. Deze vraag komt als bam in mij binnen. Deze vraag doet mij verdriet, maakt mij stil en sprakeloos. Zo had ik een gesprek met een fellow die ik deelde waar ik doorheen ga, die mij belde en die zei: ik bel jou, Koen, want datgene waar jij nu deelt, deze dingen, die 2 weken die ik nu met jou bespreek aan de andere kant van beeldscherm, herken ik mezelf in. Hij zei: ik moet 6 maanden heb ik nodig voor de beslissing te nemen of ik iets koop voor mezelf of niet. Zoals iets van materialisme. Misschien iets voor in huis of weet ik wat. Of misschien ook kleren. Maar 6 maanden nadenken voordat hij iets uit kan geven voor zichzelf. Hij zei: gun jij het jezelf om een cadeau slash een camera te kopen? Vraagteken. Ik kon er geen antwoord op geven. En werd stil. Toen zei hij: je kunt jezelf ook de volgende vraag stellen. Ben ik het waard? Ben ik het cadeau waard? Of in mijn geval, ben ik de camera waard? Ik werd stil, nu weer. Ik bracht tranen in mijn ogen, nu weer. Ik kan er geen antwoord op geven. Ik zou het eerder weggeven aan iemand anders dan aan mezelf. En dat herken ik, want dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ondanks dat ik zoveel drugs heb gebruikt en vooral aan mezelf gedacht. Daarbuiten was het wel zo, voordat ik in aanraking kwam met drugs. Maar ook terwijl ik drugs gebruikte, was dat eigenlijk mijn streven. En dat ken ik, want dat heb ik van mijn moeder. Als mijn moeder iets krijgt, denkt ze niet eens, bespreekt ze vaak niet met mijn moeder. Geeft ze altijd zo snel mogelijk weer weg om mensen daarin plezier te doen, maar vergeet vaak zichzelf. Een reactie van een sponsie, een coachie van mij. Weer een spiegelmoment. Ben je het waard, Koen? Dat ben je toch niet waard, Koen? Je bent het niet waard, toch? Laten we er duidelijk over zijn. Belangrijk is dat we er beide over eens zijn dat jij het niet waard bent. Tuurlijk, sarcastisch bedoeld. En kwam wel echt binnen. Omdat hij mijn ogen daarmee wilde openen. Een spiegelmoment. En om in cameratermen te spreken. Een spiegelreflexcameramoment. Spiegelreflexcameramoment. Daarnaast is het zo mooi. Dat door het delen met andere fellows via stap 10 onder andere, mijn dagelijkse inventaris via WhatsApp, terugberichten krijg van mensen die mij bemoedigen om wel een camera te kopen, hartverwarmend, maar die mij ook teruggeven dat zij zich zo herkennen in deze boodschap en dat ik daar iets mee mag doen, zoals een video opnemen en daarom deze video vandaag, maar het is ook voor mij heel kwetsbaar. En door mijn openheid op die stap 10 die daagse inventaris, krijg ik terug dat mensen zo ontzettend dankbaar zijn dat ik daar zo open en eerlijk over ben. Omdat zij daarin ook weer kunnen leren van zichzelf. En uiteindelijk daar een leermoment uit pakken of een moment stilstaan met de situatie waar zij op dat moment in zitten. En daarin ook een angst hebben voor het uitgeven van geld of het moeilijk hebben met rond te kunnen komen op dit moment met alles wat duurder wordt. Ik kreeg ook een suggestie om een gunfactor op te stellen. Met onder andere wat je aan zakgeld mag besteden. Zodat je daar naartoe kan werken en voor kan sparen. Heb ik helemaal niet. Ik heb ook helemaal geen spaardoel als ik heel eerlijk ben. En ik vond het een goede suggestie om er naartoe te leven. Maar ik vind het ook heel erg moeilijk. Want ik ben nou eigenlijk iemand die alles maar oppot. En dat is ook een valkuil. Deze spanningen en uitingen komen ergens vandaan en hebben een oorsprong. Maar wat voor nu wel duidelijk is de worsteling met mijn gedachten.
Spanning en angst voor financiën, mezelf heel moeilijk maken en besluiteloosheid voor het nemen van beslissingen als zijnde een camera. Pijnpunten waaraan ik mag werken en daarvan kan leren. Ik wil afsluiten met het volgende. In actieve verslaving was het nemen uit angst. In herstel van verslaving is het geven uit liefde. Hey, tot zover bedankt dat ik mijn kwetsbaarheid voel en dat ik me dankbaar voel dat ik mijn kwetsbaarheid hierin kwijt kan in deze video's en kan delen met jou. Daar ben ik dankbaar voor. Ik hoop dat je het bemoedigd heeft of inzicht heeft gegeven en bedankt voor het kijken van deze video. Misschien herken je jezelf in deze boodschap of heb je hier al in stappen gezet of overwinningen bereikt. Mocht je dit willen delen met mij of wat jou geholpen heeft, stuur me dan een mail. Op het laatste plaatje of onder in de beschrijving is een e-mailadres wat je kan gebruiken en ik zal altijd reageren. Ook als je nog vragen hebt of je hebt gebed nodig, mag je dat e-mailadres gebruiken. Mocht je reactie achter willen laten, dan is daar mogelijkheid voor in de balk. Voel je niet verplicht. Voel je vrij de video door te sturen op social media via Facebook, WhatsApp, Instagram enzovoorts. Als je denkt dat je er andere mensen mee zou kunnen helpen. Ik wens je Gods rijke zegen toe. Be and stay blessed.